Gymnastiek heet het. De nieuwste sport voor ouderen. En die kun je beoefenen bij de Club Twente bij Funny Fit. Je kan daar skiën, mountainbiken, bowlen, tennissen, raften en noem maar op. En goed en voldoende bewegen is de beste manier om tal van ouderdomskwaaltjes op afstand te houden. Volgens de bekende professor Dr. Erik Scherder, die het hoogstpersoonlijk kwam bekijken. Kijk hoe ze dat bij de Club Twente bij Funny Fit doen. Skiën gaat heel goed. Ja? Ja, ja. Je wint het hier? Ja, ik heb al heel veel gewonnen. Heel veel prijzen. Hoe ga je de mooie deur? Hoe ga je de mooie springen. U heeft zojuist een bijeenkomst gezien voor senioren, 60, 70, 80 en zelfs 90 plus. Die zijn hier bij elkaar gekomen om met elkaar te gamen, gezamenlijk een lunch te hebben. En vervolgens worden ze daarna weer thuisgebracht, want het vervoer zit er ook bij. Ik ben hier vanmorgen voor het eerste keer en het rit was prachtig. En nou hebben we heerlijke koffie met cake gehad. En we zijn nu begonnen en ik heb met Benny uit Geesteren heb ik gegooid en bij Hector gewonnen. Dus dat is toch gewoon geweldig. Ja. En nou doen we weer wat anders. Nou gaan we kegelen. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Ja. En daar krijg je volgens mij ook honger van, hè? Daar krijg je honger van. Ja, nou hoor ik net, wij moesten al eten. Dat vind ik jammer, want ik had nog wel een poosje door willen gaan. Ja. Kijk, daar heb je opa. Hè? 16 maart starten we met de Lente Fit Games. En dat is een nieuw project om mensen te laten kennismaken met games. Gamen voor een groot videoscherm. Dat is iets heel anders dan gamen voor een televisiescherm. We hebben hier een heel andere beleving, maar u moet maar eens komen kennismaken om dat allemaal te gaan beleven. Wat gaan de mensen dan doen? Het is dus een beetje out of the box denken. Het is een vorm van bewegen en een vorm van gamen. Dus en die combinatie samen maakt dat je heel veel plezier hebt. En dat is wat hier gebeurt. Je beweegt, dat is goed voor je lichaam, maar vervolgens heb je ook heel veel plezier. En als je dingen met plezier doet, dan is het veel leuker en ook langer vol te houden.